Yo guys, Job hier, aka de YouTuber. Super nice dat jullie kijken naar deze nieuwe video hier op mijn YouTube kanaal. Vandaag jongens en meisjes heb ik voor jullie de laatste aflevering van de Superhero Mod Showcase. Voor de mensen die niet weten wat voor mod dat is. Het is een mod die verschillende soorten pakken van vele verschillende soorten superhelden toevoegt aan Minecraft. Zowel van Marvel als van DC. En zodra jij die pakken aan hebt, heb jij de superkrachten van de desbetreffende superheld. Vandaag jongens, zoals beloofd, heb ik een Spider-Man map geïnstalleerd. Het is eigenlijk een soort van adventure map waar je dus een soort van avontuur in moet volgen. Maar ik dacht, weet je, fuck that shit. We installeren de map, we kijken nog even naar de pakken die we nog niet hebben bekeken. En daarna zullen wij als Spider-Man zijnde door deze map gaan, swingen, I guess. Dus zeg maar met die spinnenwebben. Want hey, daarom heb ik die map geïnstalleerd, omdat me dat heel leuk leek om een keer te doen. Om mee te beginnen jongens, de vorige aflevering hebben wij als laatst Batman bekeken. Die vond ik persoonlijk super awesome. En nu gaan we dus door naar Wonder Woman, Green Lantern en nog een hele hoop andere. Waaronder ook de Flash, daar heb ik ook een hele hoop zin in. Heel grappig trouwens, ik had vannacht een droom over de Flash. Dat ik letterlijk gered werd door de Flash. Vraag me niet hoe dat kan, maar het is legit gebeurd, geloof me of niet. In ieder geval guys, doe even een blauw duimpje omhoog op deze video. Laten we kijken of we de 2000 likes zouden kunnen halen. Dat zou super awesome zijn. En ik zou zeggen jongens, Team de Tuber, let's do this shit. Ik weet eigenlijk niet waarom ik mijn eigen hand niet zie. Dat is waarschijnlijk een soort van bug of zo. I don't know. Oh, daar is hij weer. Ik weet echt niet wat er dus zojuist aan de hand was, want ik had namelijk geen F1, want ik zag namelijk wel gewoon mijn toolbar. Maar nee, we beginnen dus met Wonder Woman. Wonder Woman heeft geen speciale effecten, dus zeg maar geen power-ups als in dat ze hoger kan springen of sneller kan rennen of wat dan ook. Maar met F en andere sneltoetsen kan ze wel iets doen. Dus laten we gewoon even een aantal mobs inspannen. Laten we het niet te spannend maken, laten we het gaan houden op een aantal creepers zo. Doen we dit weg en dan kunnen we met R kunnen we iets doen. What the fuck? Wat deed ik nou zojuist? Huh? Laat ik ze nou weg teleporteren of zwaai ik ze nou gewoon de andere kant op? Wat? Ik ga even kijken wat ik nou precies doe. Oh, ik haal ze zeg maar vanaf de voorkant naar de achterkant. Zodat ik ze dan op die manier makkelijker kan aanvallen, I guess. Oké, dat is dus wat R doet. Dan gaan we nu kijken wat F doet. Oh, F dat is... Ik weet nog niet wat ik precies deed. Ik deed wel iets. Oké, wacht, het is nog even aan het laden. G dan. Oh, met G ben je sneller waarschijnlijk. Want ik zag namelijk dat in één keer dat haardingetje weg was. Oh, waarschijnlijk heb ik dan mijn haar in de staart gedaan of zo. Dan kan ik sneller rennen. Ik snap hem niet helemaal. Maar oké, F. Wow, what the fuck? Alles is in één keer rood. Oh my god, dit ziet er echt heel erg apart uit. Ik weet niet of ik nu... Oh, ik heb nu in één keer allemaal speciale dingen. Ik heb Potion Fog of War 4. En voor de rest heb ik Speed, Health Boost, Might, Jump. Oh my god, ik heb zoveel verschillende soorten power-ups, jongens. Dit is insane. Ik weet echt niet waar die rode ongestelde vloed vandaan komt. Dat is heel raar wat ik nu zeg. Waar die rode mist vandaan komt. Maar het is wel een beetje apart. Weet je, laten we het pak uitdoen jongens, bij deze. En laten we doorgaan naar de volgende superheld van DC. Marvel hebben we namelijk in de vorige twee video's al behandeld. Dus heb je die niet gezien, ga ze sowieso even checken. Want het was namelijk ook echt super tof. Dan gaan we nu door naar de Green Lantern. En er staat bij, I don't work yet. Oké, dus eigenlijk werkt deze gewoon nog niet. We kunnen hem wel aandoen. Oh, hij werkt wel een beetje. We hebben namelijk Speed, Flight, Resistance 3 en Fire Resistance. Alleen er staat dat hij niet werkt. Dus, oh ja, hij werkt inderdaad niet. Dus zeg maar, de power-ups van hem werken niet. Maar hij ziet er wel echt super gruwelijk uit, jongens en meisjes. Ik vind het misschien wel een van de vetste pakken die, qua zeg maar hoe ze eruit zien dan. Van alle die ik tot nu toe heb gezien. Ik weet niet, hij heeft een beetje een soort van alien-achtige gloed eromheen hangen. Ik weet niet of jullie dat ook zien, maar ik heb dat persoonlijk wel een beetje. En ik vind het op zich best wel awesome. Dus ja man, ik weet ook niet of het makkelijker is om een mob in te maken. Waarschijnlijk is het wel iets makkelijker. Nee, laat maar, ik moet dus nog 10.000 keer slaan of zo. Maar nee, de Green Lantern werkt dus nog niet. Maar als hij zou gaan werken, zou hij waarschijnlijk wel echt super cool zijn. Dan gaan we nu door naar de Flash. En daar ben ik wel echt heel erg benieuwd naar. Die heeft uiteraard Speed 3, Jump Boost 2, Step Assist, Regeneration 2 en Resistance 3. Nou jongens, ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Laten we gewoon eens even gaan kijken wat we hier allemaal mee kunnen doen. Eerst even kijken hoe die eruit ziet. Nou, hij ziet er wel cool uit jongens. Hij kijkt wel een beetje derpy, alsof hij niet zoveel zin heeft in deze dag. Hij kijkt echt zo van, ik moest vanochtend mijn bed uit. En de koffie was op. Ik weet niet waarom hij zo kijkt, maar nevertheless jongens. Ik heb verschillende soorten power-ups die ik kan uitoefenen, maar onder F. Oh, wat deed ik nou zojuist? Ik weet niet wat ik deed. R? Wow! What the fuck is dit? Ik doe een soort van snelheid beam of zo. Oké, dat is best wel cool. En G. En G. Waarom doet G nooit wat? Er staat zeg maar rechtsonder dat je F, R en G kunt gebruiken. F en R die doen het ook gewoon. Alleen G die doet het op een of andere manier nooit. Oké, maar op zich, ik vind deze best wel cool. Het ziet er echt super droog uit zo. Maar wel grappig in ieder geval. En uiteraard is de Flash wel ietsje sneller dan de andere superhelden. Want ja, het is ook niet voor niets de Flash natuurlijk. Laten we eerlijk zijn. En wat G dan precies inhoudt, ik heb werkelijk waar geen idee. Maar ik vind dit in ieder geval wel een episch pak. Met toch wel redelijk epische moves, zeg maar. Vooral F vind ik wel grappig. Of was dat R? Ja, dat was R.
Ik weet het, het is gewoon grappig om te zien hoe je dan zeg maar je vijand even op afstand kunt brengen wanneer die bijvoorbeeld net even ietsje sterker lijkt te zijn. Cool, dan gaan we door naar de volgende jongens. We hebben er namelijk nog een aantal te gaan, waaronder Green Arrow. En die werkt ook nog niet, dat vind ik jammer. Oh, werken ze allemaal niet? Oh, deze drie werken niet. Jeetje jongens, dacht ik dat ik deze mod helemaal kon gaan showcasen. Werkt de helft gewoon niet. Nou, we kunnen wel minimaal even kijken hoe ze er dan uitzien wanneer we de pakken aan hebben. We hebben in ieder geval, nee, deze werkt dus nog niet. Dat is jammer man, ik had het wel echt cool gevonden als deze zou werken. Werkt hij echt nog helemaal niet? Nee, hij werkt totaal nog niet. Oké, dat is jammer. Het is in ieder geval Green Arrow, maar hij werkt niet. Maar Stargirl, die werkt wel als het goed is. Dus ik ben heel benieuwd wat die kan. Vooral hoe ze eruit ziet. Lijkt een beetje op een soort van vrouwelijke Captain America, als ik eerlijk mag zijn. Ik hoop dat ik niemand hiermee beledig, want sommige superhelden fans vinden dat misschien niet leuk om te horen. Maar ik denk dat het lijkt op een vrouwelijke Captain America. Met twee hele mooie, ronde, uitstekende, squeezable ogen. Ze heeft echt prachtige ogen en tieten. Oké, laten we gaan beginnen jongens, met F. Oké. Dat is op zich niet heel erg speciaal, het is gewoon letterlijk het afschieten van sterren. Vandaar waarschijnlijk ook de naam Star Woman. Het doet ook totaal niet zoveel damage, to be honest. Ik bedoel, we hebben... Oké, het doet op zich wel wat damage, maar ik denk dat je nog beter met je vuisten kan slaan, to be honest. Met R. Met R kunnen we niks en met G... Oh! Wow, dit ziet er cool uit, jongens. Waarschijnlijk kun je dit doen wanneer je bijvoorbeeld aangevallen wordt door een hele grote groep met mobs. Kun je dit zeg maar activeren, zodat je niet in één keer doodgaat. Is op zich wel handig. En ja, dat was het eigenlijk wel. Dat is dus wat Star Woman kan. Ze heeft voor de rest niet echt van die power-up, zeg maar. Die je normaal gesproken alleen van een beacon kunt krijgen. Dat is een beetje jammer. En dan hebben we de laatste, dat is Vixen. Maar die werkt ook nog niet. Ik ben heel teleurgesteld, jongens. Ik dacht dat alle pakken al zouden werken. Maar ja, maakt niet uit. Ik heb natuurlijk niet voor niets een Spider-Man map geïnstalleerd, jongens. Want jullie zien het om je heen. Het is een Spider-Man map die ik hier heb. En dat heb ik niet voor niets gedaan. We gaan namelijk even naar game mode 0. En wat ik dan eigenlijk gewoon even wil gaan doen, is ik wil gewoon eens even gaan kijken of Spider-Man zich al een beetje thuis voelt. Dus we gaan gewoon eens even kijken hoe alles ook weer werkte. Kijk, let op, jongens. Stel voor, ik zou van gebouw naar gebouw willen gaan. We gaan het gewoon even proberen. Oh yeah, dat is best cool. Dat is best wel heel erg cool. Ik vind het awesome. Ik vind het heel cool. Dit voelt echt alsof ik gewoon echt, ja, gewoon Spider-Man ben eigenlijk. Gewoon alsof ik echt in een Spider-Man film aan het spelen ben. Ik ben nu echt gewoon Spider-Man in Minecraft. Zo simpel is het. En wat ook heel chill is aan Spider-Man, in deze mod in ieder geval, is dat Spider-Man ook daadwerkelijk op gebouwen kan klimmen. Kijk, spinnen in Minecraft kunnen natuurlijk zeg maar naar boven klimmen. Gewoon in één rechte lijn. En dat kan deze guy dus ook. Zou ik helemaal tot dat gebouw kunnen komen of niet? Nee, dat is te ver. Tot die dan? Ja, tot die wel. En kan ik vanaf deze kan ik naar die waarschijnlijk? Ja, en dan kan ik van deze kan ik wel uiteindelijk naar die, toch? Of niet? Yes, oké, cool. Zullen we gewoon helemaal naar boven klimmen en dan gewoon naar beneden springen en kijken of we onszelf op het nippertje nog kunnen redden? Ik vond Spider-Man vond ik wel een awesome film. Ik weet niet wanneer ik die voor de laatste keer heb gezien. Ik geloof dat we dan echt praten over een jaar of 6 geleden of zo. I don't know. Maar ik kan me nog herinneren dat ik hem toen keek en dat ik hem best wel leuk vond. Maar in ieder geval, we gaan naar boven toe. Let's go. En oh jongens, ik voel me nu toch wel een beetje een superheld hoor. Daar ga ik niet over liegen. Nou, zullen we gewoon eens even kijken of we... kijk, we gaan gewoon naar beneden springen. Oké, nu denken jullie van, Job, je gaat dood, je bent lul. Nou, weet je, ik ga jullie iets nieuws vertellen. Dat ben ik inderdaad, ja. Ja, ik had eigenlijk gehoopt dat ik mezelf kon redden. Dat ik, zeg maar, mijn val kon breken door, zeg maar, die spinnenwebben. Ja, dat was niet zo nice. Maar ja, ik span in ieder geval wel weer in mijn pak. Dus ik kan wel weer lekker naar boven toe gaan. Ik vind het wel cool. Wat hadden we eigenlijk ook weer nog meer? We hadden ook iets met R, toch? Of nee, met F, sorry, F. Oh ja, F die kon, als je dat zeg maar doet met F, dan kun je een soort van kubus maken van spinnenwebben. Alleen daarvoor moet je natuurlijk wel op een mob schieten, want je kunt wel in de wilde weg gaan schieten. Maar daar heb je niet zo heel erg veel aan. Zullen we gewoon eens even kijken of er een... Wacht, ik ga gewoon even een aantal mobs inspannen. Even kijken, game mode uno. Dan pakken we gewoon even een aantal zombie pigments erbij. Hoppakeetje. Kijk, let op, stel voor... Oh, what the fuck? Wat gebeurt er? Zagen jullie dat? Wow, ik krijg een of ander spinreflex. Maar als je dan zeg maar nu dit doet en je gaat dan F doen, dan kun je ze als het ware insluiten. En dat is op zich best wel fijn, want dan kunnen ze namelijk geen kant meer op. En op deze manier kun je ze dan zeg maar op een makkelijkere manier doodmaken. Ik heb het kwaad besteden en ik ga er weer vandoor. Ik ga er weer vandoor. Oké, dat ging niet helemaal goed in de eerste keer, maar ik ga er weer vandoor. Let's go. Ik vind het echt een super, super epische mod, jongens. Vooral in een Spider-Man map is het een stuk leuker om ook daadwerkelijk als Spider-Man te spelen. Heb je echt het gevoel alsof je gewoon echt een beetje een superheld bent. Huh. Oké, zullen we gewoon eens kijken of we gewoon helemaal aan de bovenkant van dit gebouw kunnen komen. Ik ga het gewoon even proberen. Oké, dan gaan we zo. Oh nee, kut. Oh, kut. Oh ja, het is gelukt. Oké, dan gaan we nu weer naar de overkant. En dan gaan we nu weer naar de overkant. En op deze manier kunnen ze eigenlijk gewoon, ja, heel makkelijk bij de bovenkant van bepaalde gebouwen komen. Laat in de comments weten welke superheldpak, ja, welk superheldenpak jullie nou eigenlijk het vetst vonden in deze mod. Ik heb er natuurlijk 3 afleveringen van gemaakt. Dus om daarover te kunnen oordelen moet je natuurlijk ook even de vorige 2 afleveringen bekijken. Oké, we gaan het nog een keer proberen, jongens. Net ging het fout, maar nu niet. Geronimo! Woe! Yes! Oké, okay, I made it. Ik heb mijn val gebroken. Oh ja, yeah, jongens. Als een echte fucking
Spider-Man baas. Ik heb geen idee wat ik anders moet zeggen. En dat was je voor de YouTuber. Bedankt voor het kijken van de laatste aflevering van de Superhero Mod. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe natuurlijk even een dikke vette like als je meer mod showcases op mijn YouTube kanaal wilt. Ben je nog geen abonnee? Abonneer je dan snel. Er even op die rode abonneerknop te drukken hieronder aan de video. Het is geheel gratis. En zo weet je precies wanneer er weer een nieuwe video online staat op mijn YouTube kanaal. Nou, love jullie allemaal. Laat in de comments weten welke superheld jullie het vetst vonden in deze mod. En tot de volgende keer. Adios.